Ik heb gekozen voor het boek Bomber van Paul Doswell. Het boek gaat over een jonge Amerikaanse vlieger die in een bommenwerper vliegt. Ik vind het zelf een heel boeiend boek, want het is geschreven in een heel ander perspectief dan andere schrijvers. De schrijver schrijft het boek ook zodat het lijkt dat je het zelf meemaakt. Ik vind het ook op een leuke manier geschreven, omdat het niet alleen maar over oorlog gaat, maar ook over andere gebeurtenissen. Ook is het interessant dat het niet alleen maar over meevliegen in de B-17 gaat, maar ook over het ontsnappen in het bezet gebied naar Engeland. Het is goed geschreven omdat je het boek in één keer wilt uitlezen en snel weet wat er verder gebeurt. Ik raad dit boek aan omdat het een boek is dat goed te lezen is voor tieners, realistisch en boeiend geschreven. En daardoor is het makkelijk weg. En het is zeker aan te raden omdat het niet alleen gaat over oorlog aan het front, maar ook wat er gebeurde in het binnenland van de geallieerden. Zo leer je de oorlog van ook een andere kant kennen. Het boek is niet ouderwets en zeker leuk om te lezen. En zeker voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Nu ga ik een kort fragment voorlezen waar het bij het vliegtuig neerstort en Harry uit het vliegtuig weer weet te komen. Harry gist de parachute uit Sterlies hand, slingert hem om zijn schouders en gest hem dicht op het moment dat de Mechimee naar rechts begint te hellen. Even heeft hij de indruk dat Holberg de macht over het toestel terug heeft. Maar de rol zet door en hij beseft dat dit geen gecontroleerde manoeuvre is, maar dat ze in een spin zijn geraakt. Als ze er nog uit willen, hebben ze nog een paar seconden. Zijn lijf wordt hard tegen de wand van de romp gepest en Harry worstelt om zijn parachute vast te krijgen. Hij klikt de laatste sluiting dicht. Dan spint het toestel zo hevig dat er geen vechten meer aan is. Hij wordt tegen de wand gepind alsof hij met stalen kluisters tegen aluminium wordt geklonken. Hij voelt hoe aan zijn vlees van zijn gezicht wordt getrokken. Zijn ogen peilen uit de kasten. Sterling is vlakbij, vechtend om los te komen. Een uitdrukking van rauwe doodsangst op zijn gezicht. Ondanks zijn dikke vliegerspak voelt Harry de verzengende hitte van de brandende vleugel door de romp van de tonnende toestel slaan. De schroeiend hete lucht en de walmende rook prikken in zijn keel. Een steunbeer van de stalen vliegtuigconstructie drukt gemeen hard in zijn schouder. Gaat hij hier hoog in de lucht verbranden of wordt hij zo meteen verpletterd op het moment dat het voor tegen de grond klapt? Harry bidt dat het niet mee zou maken, maar dat hij dan buiten weg zal zijn. Vlak achter hem klinkt een afgrijselijk krijzend geluid. Hij voelt het zwaartepunt van het vliegtuig verschuiven. Het spinnen stopt, maar ze vallen nu nog sneller. De intense hitte is verdwenen. Dat betekent waarschijnlijk dat de vleugel is afgebroken. Het minieme restje hoop dat Holberg zijn kist nog weer onder controle gaat krijgen is verdampt. Er is geen enkele twijfel meer aan. Hij gaat sterven. Het laatste dat hij ziet is het van angst vertrokken gezicht van Sterling. Dan raakt hij bewusteloos.